Um, maar daar zie je bijvoorbeeld dat uh, in de zorg nog 8% van de bestuurders zijn eigen toezichthouders uitzoekt. Je ziet dat een derde van de raden van toezicht geen contact heeft met stakeholders of met externe toezichthouders. Terwijl je zou zeggen dat extern toezicht en intern toezicht een logische relatie met elkaar heeft. Um, 28% van de, uh, de raden van toezicht in de zorg vindt zichzelf te afwachtend. Nou, dan zie je dus dat, het, dat men uh, al voor een groot deel niet in staat is om te voldoen aan de normen die men zelf in zo'n gedragscode heeft uh, geformuleerd. Het hele middenveld heeft het gevoel dat ze in brand staat. Uh, we hebben nu vestia gezien met de derivatenproblematiek, uh, eigenlijk een financieringsproblematiek. Er is dus niks mis met derivaten, maar het brengt risico's met zich mee. Daar blijken nu nog 140 andere corporaties te zijn die dat ook hebben gedaan, waarvan er 20 in de problemen komen. Tegelijkertijd moeten corporaties ongeveer twee derde van hun bestand aan woningen verkopen. En mogen ze alleen nog maar woningen verhuren met mensen onder een bepaald inkomen. En komen de taken over de leefbaarheid die de corporaties hebben gekregen... die komen enorm in het gedrang. Nou, het, op het is het echt een huzarenstukje om dat voor elkaar te brengen. En dat is het op, op, op scholen en in ziekenhuizen. Ook ziekenhuizen, die worden die markt opgedreven. Uh, die hebben jarenlang niet eens kunnen bouwen... omdat er geen systeem was om een bouw te financieren uh, bijvoorbeeld. En ondertussen moet de, het bedrijf wel door blijven draaien. Er komt een enorme vraag aan zorg op... Um, en de financiering, daar wordt alleen maar op worden gedrukt. Dus we krijgen andere zorg en we krijgen minder zorg per persoon. En in het onderwijs hebben ze het idee dat de boel in brand staat. Als je bijvoorbeeld naar het basisonderwijs kijkt, 15 jaar geleden had Nederland de achtste plek. Nu hebben we de 58ste plek. En dat zijn kwaliteitsklappers die uh, echt wel aankomen. Dus men heeft het idee, de boel staat in brand. In uw boek zegt u dat de raden van toezicht niet goed functioneren. Welke rol ziet u voor de overheid weggelegd? De overheid zit met een enorm diep dilemma. Uh, aan de ene kant hebben ze 25 jaar lang gedecentraliseerd naar die corporaties, scholen en ziekenhuizen toe. En hebben we gezegd: de professionals moeten het oppakken. De maatschappelijke problemen in Emmen zijn anders dan in Amsterdam. Dus decentraliseren zodat ze die ook zelf kunnen oppakken. Dat heeft de overheid eigenlijk con amore gedaan. Uh, een reeks van incidenten een reeks van dit soort problemen, zoals wat ik net zei, hè, dat men voelt de boel in brand staan, doet nu ook bij de overheid weer achter de oren krabben van moeten we het niet terugnemen. En die beweging die zie je ook. Maar er is één ding erger dan uh, centraliseren naar de overheid. Dat is centraliseren naar een chagrijnige overheid. Een overheid die eigenlijk zegt ik wil het niet, maar ik doe het alleen, omdat het veld niet in staat is geweest om op tijd uh, mee te gaan. Want we worden ingehaald gewoon door de, door de, door de, door de omstandigheden. Uh, we kunnen nog heel lang doorpraten over hoe we de zorg organiseren, maar de zorgvraag stijgt. Uh, Europa bepaalt uh, wat een corporatie mag doen uh, wel of niet. En de kwaliteitseisen internationaal voor scholen worden ook steeds helderder. Dus we hebben niet heel veel tijd om ons besturingsarrangement zo op orde te brengen dat we een, een, een goede bestuurlijke voorwaarde voor die kwaliteitszorg kunnen zijn. Het begint en het eindigt bij de sector zelf. Um, de toezichthouders moeten zichzelf gaan professionaliseren. Um, die moeten echt een slag maken. In de komende tien jaar hebben we 15.000 nieuwe toezichthouders nodig. En dat uh, moeten mensen zijn die uh, aanmerkelijk sterker in een toezichtsrol zitten... dan dat ze op dit ogenblik zitten. Um, we willen gedragverandering zien daar. En de vraag is: hoe krijg je dat voor elkaar? Nou, dan heb je de verenigingen die daar, NVTZ en de VTW, en die doen daar geweldig werk in. Maar dat zet nog te weinig zoden aan de dijk. Je ziet nu ook dat de overheid daarover gaat nadenken, eisen gaat stellen. Er wordt ook openlijk gesproken over registers uh, voor toezichthouders, certificering en dus opleiding en intervisie en dergelijke. Ik, ik denk dat daar wel een, uh, een deel van de oplossing in zit. Maar het begint en het eindigt bij het veranderen van het gedrag en de kennis van de toezichthouders zelf. Dus daar zal het uiteindelijk moeten veranderen.